Ik ben al 12 jaar werkzaam in de lichttechniek. Ik heb verschillende grotere shows gedaan, kleine shows, tour, wat je maar kan bedenken, ook in de rentalwereld. Ook als freelancer, ook heb ik een eigen firma gehad en als lichttechnicus, waar ik verantwoordelijk was voor grotere lichtshows. Ik werk bij een team van productspecialisten waarin wij samen met een hoop ervaringsdeskundigen kijken naar mooie producten voor de rentalwereld en natuurlijk voor vaste installaties. We staan hier vandaag bij het WMC. Het WMC is een evenement wat Highlight heeft uitgekozen om een nieuw product te testen van Infinity. Natuurlijk zetten we Infinity's niet zomaar op de markt. Infinity is gewoon een hoger merk binnen Highlight. Dit is een uitgelezen kans om het juiste product te testen op deze manier. En dat is voor Infinity echt wel van belang dat we in real life testen of de producten echt doen wat we ervan vragen en wat we ervan verwachten. Dit is natuurlijk een rental product en dat kun je dan maar op één manier testen en dat is in real life rental wereld. We hebben inderdaad getest met de Chim 300. De Chim 300 hebben we in combinatie met een bananenwing getest. En de bananenwing is een uitbreiding van de Chim 300. De bananenwing bestaat uit 20 extra faders. Bananenwing is niet alleen maar een uitbreiding van faders. Je hebt ook twee extra universes beschikbaar als je de wing aansluit op je Chim 300. En je beschikt over 100 fixtures extra. Ik verzag zelf van een product dat voordat het op de markt gebracht wordt, dat een product betrouwbaar is, de software allemaal klopt, dat het goed werkt, dat het geen enkel probleem oplevert op het moment dat ik een productie ga draaien.